Hallo, ik ben Elisabeth Willems. Ik ben geboren in Boxmeer, opgegroeid in Gennep. Ik ben 49 jaar. En sinds anderhalf jaar ben ik begonnen met schrijven. En ja, wat heel leuk is, ik heb mijn eerste boek klaar en wordt uitgegeven. En ik ben gewoon heel erg happy. En we zullen zien wat er van wordt. Nou, zoals jullie zien is het ook geïllustreerd. Waarom ik daarvoor gekozen heb, is omdat het natuurlijk ook een jeugdboek is. En ik denk dat kinderen dat heel erg leuk vinden met tekeningen in het boek. Want daar krijgen we een bepaalde fantasie bij. En daarvoor heb ik gekozen ook voor tekeningen. Dit is niet de enige tekening. Dit is de hoofdrolspeelster Begin. Dus er staan nog meer tekeningen in. En ik vind dat het, dat maakt het boek eigenlijk af, vind ik. En vooral als het een jeugdboek is, is gewoon heel leuk tekeningen erin. Mijn uitgeverij werkt zo. Natuurlijk, je hebt uitgeverijen, die hebben oplagen, maar dan heb je denk ik al een bestseller geschreven. Nou, ik heb ervoor gekozen om gewoon per boek te doen. Dus je kunt gewoon bij bol.com of op googlen en dan kun je gewoon dit bestellen. En dan heb je het 3 dagen na of zo, lang het ook duurt, heb je dat gewoon in je brievenbus zitten. En dat is natuurlijk ook kostenreducerend, dus voor allebei de kanten is dat denk ik prettig. En ik heb voor dit gekozen, dus om het zo te doen. Ja, voor de verder is, denk ik, voor elke schrijver of schrijfster is het gewoon afwachten of jouw boek in de smaak valt. Dus het is ook na hetzelfde als je muziek schrijft, de ene vindt daar wel leuke muziek en de ander vindt het gewoon niks aan. Een tip voor auteurs zou ik aanraden om in aanraking te komen met anderen die al boeken geschreven hebben, die ook het al uitgebracht hebben natuurlijk. En om daar mee te praten, want daar leer je ontzettend veel van. Want ik moet zeggen, ik heb van Maria heb ik ontzettend veel geleerd. Ja. Die geeft je echt goede tips, dus dat is misschien een aanrader ook. Ik ga het in ieder geval ook in het Engels laten vertalen. Dus het komt eindelijk wereldwijd, kan het gelezen worden. En dan, we zullen zien wat er van komt. Ik ga er in ieder geval alles aan proberen om dit boek tot een succes te maken.